Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat een storing afgelopen nacht over het land getrokken is. Inmiddels begint het flink op te klaren vanuit het westen. Maar boven de Noordzee liggen ook buien klaar. En die buien die gaan in de loop van de dag vooral over het noordwestelijke en noordelijk kustgebied trekken. Verder landinwaarts is het op een heleboel plaatsen droog en schijnt geregeld de zon. Er waait wel een stevige westelijke wind, windkracht 4 tot 6, en daarbij worden het slechts 17 tot 20 graden. Vanavond neemt het aantal buien duidelijk toe en dan neemt ook de kans op onweer toe. Het zijn dus echt stevige buien die vanuit het noordwesten het land binnen dringen. En dan morgen wordt ook een behoorlijk natte dag, zeker in de kustprovincies, daar kunnen flinke buien overtrekken met kans op onweer en hagel en veel regen in korte tijd. Landinwaarts ook een aantal buien, maar minder vaak en verder geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden bij een stevige noordwestelijke wind. Op zondag neemt het aantal buien alweer wat af, dan wordt het 18 tot 20 graden en op maandag 20 tot 22 graden. Op dinsdag alweer tegen de zomerse waarden in het oosten met dan geregeld zon en overwegend droog weer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.